Bedelen wordt definitief verboden in Den Haag. Volgens burgemeester Van Aartsen wordt met het bedelverbod tegemoetgekomen aan een wens van veel winkeliers en mensen die de binnenstad bezoeken. De laatste jaren nam het aantal bedelaars en straatmuzikanten sterk toe. Dat zorgde voor irritatie bij ondernemers, bezoekers en bewoners van het centrum. Het Vredespaleis bestaat in augustus 100 jaar en dat wordt groots gevierd. Er zijn bijeenkomsten voor experts, maar ook evenementen voor het grote publiek. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon komt naar Den Haag om het feest mee te vieren. De viering wordt afgesloten met een concert met internationale topartiesten in de tuin van het paleis. Barbie en haar man Michael hebben donderdagavond een nieuwe bar aan de Keizerstraat op Scheveningen geopend. Barbie begon al eerder een café in de Prinsenstraat, maar dat is inmiddels dicht. In de roze met witte bar worden ook cursussen Haagse of Haagse karaoke gegeven. Fans kunnen bovendien een meet-and-greet aanvragen met Barbie en Michael.